Welkom bij deze totemdieren reading vandaag. De Spirit Animal Deck en de Mermaid Tarot. Van harte welkom. We gaan kijken wat onze totemdieren ons vandaag willen vertellen. Het kan zijn dat we mogelijk wat signalen, wat berichten niet hebben opgevangen door de drukte van onze dagdagelijkse bezigheden, onze verantwoordelijkheden. En dan is het altijd handig om nog even scherp te hebben van wat er dan toch speelt. Wat mogen wij weten voor het collectief? Zet gezonde grenzen. Neem een time-out. En ga samenwerken met spirits. Dus ik denk dat je misschien voor sommigen uitgedaagd wordt om bepaalde gezonde grenzen te stellen. Kan zijn binnen familie, kan zijn op het werk, kan zijn in de liefde, kan zijn in vriendschappen. En het kan zijn ook dat je dus daarop uitgedaagd wordt. Dus dat bepaalde mensen die grenzen overschrijden. Of dat ze de grenzen opzoeken. En dat jij dus moet aangeven dat je je mannetje kunt staan. Dat mogen wij weten over de armadillo. Zet gezonde grenzen. Een koning van zwaarden. Het kan zijn dat je te maken hebt met een vrij kil, afstandelijk persoon. En je ziet dat eigenlijk al. Ook als een beetje als een last. Het kan een collega zijn. Het kan een baas zijn. Het kan iedereen zijn. En ondanks dat jij het moeilijk vindt om jouw grenzen te stellen, blijf je het wel doen. En ga je uiteindelijk ook met deze gerechtigheidskaart, ga je gerechtigheid krijgen. Het kan zijn dat op een gegeven moment deze persoon ziet dat het niet meer werkt. Dat hun tactiek of dat hun methodiek om jouw grenzen te overschrijden of niet te respecteren, dat niet meer werkt. En wat mag ik weten over die acht van bekers? Dat je niet bang bent om je grenzen te blijven bewaken, ondanks intimiteiten, maar misschien dat iemand wel binnen een hele intieme sfeer moeilijk doet. Maar ik heb meer het idee dat intimiditeiten, dus iemand die jou intimideert, dat niet meer werkt. Dat ze het steeds lastiger vinden met de 10 van staven om aan jouw grenzen te voldoen. Of ze vinden het moeilijk, want je hebt altijd deze persoon over je heen laten banjeren. En ze beseffen denk ik ook wel dat jij steeds sterker wordt. En dat het een kwestie van tijd is voordat het lijntje breekt. Neem tijd voor jezelf. Dus het kan zijn dat je behoefte hebt om leuke dingen te gaan doen. Om van het weer te genieten. Om lekker creatief te zijn. Dus als je al een poosje niet getekend hebt of gekleurd of weet ik het. Ga dat dan gewoon lekker doen. Wat mogen wij weten over take time out, zodat je ook rust kunt terugkrijgen. Hè? Je bent alsmaar bezig met die chariot, je wil alsmaar vooruit, alsmaar vooruit. En het kan zijn dat je binnenkort gaat reizen met de chariot. Het kan een bootreis zijn, het kan een vliegreis zijn, het kan ook natuurlijk met de auto zijn. En het kan zijn dat je dan iets nieuws ontmoet. Kan een persoon zijn die je gaat ontmoeten. Kan een nieuwe situatie, een nieuwe visie zijn. En daar ga je van leren. Daar ga je inzichten over krijgen. Over die nieuwe situatie, of die nieuwe persoon. En dat sterkt jou. Dat geeft jou motivatie met die koningin van staven.
Dat geeft jou drive en dat geeft jou weer moed, dat geeft jou inspiratie. Dus even ertussenuit een kleine trip maken of een mini vacay of een staycay vakantie, whatever. En dan ga je dingen zien, dan haal jij motivatie, kracht uit. En daar kan je mee verder. Mooi. Ga samenwerken met Spirit. Dat is de bedoeling. En misschien is dit ook wel een eerste zet daarin. Wat mogen wij weten over die samenwerking? En er moet iets veranderd worden. Het kan zijn dat je ook iets moet loslaten met die doodkaart. Want je komt niet verder in een bepaalde situatie. En ik denk dat je dat ook wel weet. En ik denk dat je al een paar keer geprobeerd hebt ook om aan te geven wat je grenzen zijn. En dat, dat je graag wil samenwerken. En dat je balans en stabiliteit wil. En ik denk dat uiteindelijk als jij aantoont van hey, deze mogelijkheid die hier aangeboden wordt, hè, als je daar inzichten over krijgt en als je daar inspiratie uit put, dan kan het goed zijn dat je dat kunt gebruiken. Of dat dit een nieuwe samenwerkingsverband is en dat het uiteindelijk jouw balans en stabiliteit gaat brengen. Maar er gaat dus binnenkort een torenmoment plaatsvinden. Er gaat een grote verandering komen. Voor sommigen is dat binnen een relatie met de hierofant. Bij anderen gaat het over spiritualiteit. Kan het ook een ontwakening zijn die je hier krijgt. En dan ga jij richting geluk met de 10 van bekers. Dus je hoeft niet altijd bang te zijn voor een toren. In dit geval is het een positieve toren die op je pad komt. Wat moeten wij nog terstond weten over deze legging? Dat het de bedoeling is dat je je hart weer durft open te stellen. Dat er een positieve verandering komt. En dat je weer gaat schijnen. Dus dat je weer straalt, dat je weer blij bent, dat je weer gelukkig bent. Dat is de bedoeling hiervan. Daarom wil Spirit je ook helpen, wegwijs maken. En daardoor moet je de dingen helder zien. Met Clear the Clutter is ook weer kaart 10. We hebben hier ook weer kaart 10. Dus hier, hè, als je op vakantie gaat of die trip onderneemt, dan ga je dus inzichten krijgen. En dat heb jij nodig om die helderheid te krijgen over de situatie of over een bepaald persoon. En je gaat ook duidelijker zien, steeds duidelijker zien wat jouw waarde is. En dat heeft natuurlijk ook met die gezonde grenzen stellen te maken. En ik denk dat je krachtig genoeg bent en zeker ook met de vrijheid is van jou om uiteindelijk door kennis, ervaring, maar ook door te handelen met die krachtkaart. Dat je, wie dit dan ook is, hè, deze persoon die koud of standelijk is, of dat nou op je werk is, binnen familie, een vriendschap, of die bekoeld is, of een relatie, dat je daarmee raad weet, omdat je hier dus inzichten gaat krijgen. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Heel veel sterkte ermee. Heel veel wijsheid. Als je nou zegt van dit speelt, maar het is me niet duidelijk, kan je altijd een persoonlijke reading bij mij aanvragen. Kijk voor prijzen op mijn website. Alle gegevens staan onder dit filmpje. Dankjewel. Veel liefde en licht. Namaste.